Jullie tekeningen blijven binnenstromen bij ons op het Kinderrechtencommissariaat. Ik zal er een aantal tonen. Hele mooie tekeningen. Prachtig. Maar het maakt ons natuurlijk ook wel triest, omdat het wil zeggen dat er heel wat kinderen aan het wachten zijn op een plekje in het buitengewoon onderwijs, terwijl ze daar echt wel nood aan hebben. En vaak staan ze helemaal van achter op een lange wachtlijst. Wij trekken hier al lang rond aan de alarmbel en wij vragen aan de overheid. Om het recht op onderwijs voor elk kind te garanderen. Meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs en verder werk maken van inclusie in elke school. Zodat elk kind zich goed kan voelen op school, kan leren, kan spelen, vriendjes kan maken, zich goed kan ontwikkelen. Heel belangrijk. En thuiszitten is natuurlijk absoluut geen oplossing. Niet voor de kinderen en ook niet voor de ouders. Maakt het vaak heel moeilijk. Dus wij vragen dringend om oplossingen.